In België werd midden jaren 90 dansgeschiedenis geschreven. In 1996 was er de opening van Club Atmos, Ritz in Hasselt. En in 1998 volgde Atmos in Vosselaar, Belize. Het Atmos-concept is in handen van Pat Crimson en werd ongekend populair bij zowel Belgen en Nederlanders. Wekelijks zakten duizenden clubbers af naar de Atmos-discotheken. Atmos is eigenlijk een idee. Ik heb in begin jaren 90 heel veel rondgetoerd met Pragacaan. We hebben heel veel in de Engelse clubscene gezeten. En zo ben ik eigenlijk begonnen in 95 in Dreamland in Halen. En daarna in 96, waar de Ritz eigenlijk normaal was, is dan de Atmos eigenlijk ontstaan. Gilles Knevels die was me eigenlijk komen vragen van een stad Hasselt die een beetje uitstraling heeft, om daar een club te starten. En de Ritz eigenlijk zat een beetje in een dipje. Dat noemde toen de Rock and the Dance. De Ritz dat was eigenlijk ingedeeld met een glazen muur in het midden tussenin. Aan de linkerkant had je de Rock en aan de rechterkant had je de Dance. En ik zei, we moeten die muur ertussenuit, we moeten dat pand zo groot maken, zo groot mogelijk maken als dat het is. En daar gaan we dan echt een nieuw concept in doen, elke zaterdag voor Hasselt. En eigenlijk mijn eerste idee was om de club Atmosphere te noemen. Maar eigenlijk bekte dat niet zo goed en vond ik Atmos dan daarna korter en is het Atmos geworden. Ik draai in Atmos vanaf begin tweede week van 1996 september. Ik ben in Atmos terechtgekomen in 1996. Elk weekend iets anders, vernieuwend, een hele leuke sfeer. Ja, dat was het begin van iets moois. We zijn de promo gestart in juni 1996. We gingen opengaan bij Hasselkermis in september 1996. Dus we zijn 3 maanden op voorhand beginnen te knallen met promo. Ja, sociale media, dat bestond er niet. Er was geen Facebook en zo. Dat was nog de effectieve flyers maken, flyeren van mond tot mond. En we hadden gehoopt op oh ja, 1000 bezoekers zou geweldig zijn. En ik denk dat we bij 3500 hebben afgeklokt. Ze hebben aangeschoven tot 's morgens 6 uur om aan de kanaal te komen om aan de Atmos een kijkje te komen nemen. En vanaf dag 1 was dat een enorm succes eigenlijk. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, are you ready? Het grote verschil in de jaren 90 is eigenlijk, er gingen veel meer mensen op stap naar discotheken. Discotheken, dat was the place to be. De coole boys, die zaten in de clubs. En wij speelden ons dus in eigenlijk op het coole publiek. Wij flyerden in de speciale winkels in Hasselt, in Limburg, dus alle trendy shops. Klerenwinkels, daar gingen wij flyeren, daar gingen wij kaarten uitdelen. In de jaren 90 reden alle coole boys rond met een sticker op hun wagen. Je zag dan Cherry Moon, of Atmos, of Illusion. En wat het leuke was, er waren een aantal websites die waren gespecialiseerd in het uitgangsleven. En daar posten wij ja, onze foto's op. Ik had al een eigen fotograaf in de tijd met Atmos. Maar eigenlijk de reclame toen was mond op mond. De mensen kwamen thuis, de mensen kwamen op school en die zeiden, hé jong, dat moest je gezien hebben daar. Het moment bij uitstek elke nacht bij Atmos voor mij was als de lichten uitgingen, de muziek uitging en waar dat 1300 mensen of 1500 mensen gelijktijdig aan het schreeuwen waren, op muren aan het kloppen, op plateaus aan het kloppen, om dan dat er een plaats startte en iedereen uit de bol ging. Ik weet nog goed dat ik door Pat Crimson werd gebeld. Jerome moest praten. Ik draaide toen in een club in België. En hij zocht Nederlandse versterking in zijn DJ-team. En ja, zodoende ben ik bij Atmos terechtgekomen. En Atmos, we probeerden altijd kwalitatieve muziek te brengen. Met heel veel entertainment. Heel veel dingen waar er iets te zien was. We waren de eerste club met drag queens. Ik vond dat leuk. Waarom? Vrouwen die zien dat graag. Die zien graag animatie. En waar veel vrouwen komen, daar komen ook veel mannen. En Atmos, wij blonken uit in mooie vrouwen die op stap kwamen bij ons in Hasselt en in Vosselaar daarna, in onze tweede club. Daar waren altijd heel schoon ladies in the house. En natuurlijk, ja, dat was een succes. Hè. Ik weet nog de eerste avond, ik was super zenuwachtig toen ik moest draaien, ondanks mijn ervaring in de clubscene. Maar al mijn collega's die zeiden van, joh, chill, dat lukt wel. En, ja, dat weet ik nog heel goed. Dat was tof. De
sfeer, de mensen, de club, hè, de Ritz, wat er nu niet meer is, dat had iets magisch. Dat was, Atmos was happy music for happy people. Ik werkte altijd samen met een eigenaar van een club. En die deed dan eigenlijk al het, ja, de garçons, al het, alles wat met de horeca. En ik deed al de leuke zaken. Ik zeg al leuke zaken, artistiek. Ik mocht de dansers zetten, ik deed de DJ's, de muziek. Alles mooi het vormgeven, dat was mijn taak. En alles van de garçons, portiers, was eigenlijk een leuke combinatie. En ik moest me niet druk maken eigenlijk over al die andere gegevens. Ik mocht me volledig uitleven in het artistiek gebeuren. Superleuke feestjes, heel speciaal. En mensen kwamen van gans het land eigenlijk al eens kijken wat er aan het gebeuren was in Hasselt op dat moment. Atmos, ja, 96. Heb ik de Blue Mondays mogen mee opstarten met Patrick. En ja, dat was direct schot in de roos. Hè. Heel goede herinneringen aan eigenlijk. Ook als ik zo nadenk over het begin. Het is nog altijd een sterk team en high quality teamplayers. Voilà. Meer moet je er niet over zeggen. Hè. Club in Vosselaar, dat noemde de Belize, en die wou een tweede club beginnen, Atmos. Maar eigenlijk, ja, als je van alle grote clubs, La Roca, Illusion, daar was er altijd eentje van. Dus ja, Pat, ik zeg, misschien twee clubs, dat maakt het Imperium, dat maakt het nog indrukwekkender. Ik ben dan daar begonnen in Vosselaar. En dat was ook vandaag één een enorm succes. En je moet dan denken van, je hebt 1500 mensen in Hasselt, je hebt er 1500 in Vosselaar. Dat was 3000 mensen, elke week, ja. Dat is een enorm leger wat je op de been brengt. Hè. En het sterkste was, ik kon een DJ switchen. Ik kon een animatie van de ene club naar de ander. En ik reed dan zelf, meestal start ik soms een Vosselaar. En dan reed ik zo midden van de nacht naar Hasselt. En ja, dat maakte alleen het concept nog sterker eigenlijk. En wat ook leuk was, is dat in Vosselaar dat er heel veel Nederlanders kwamen. We hadden heel Eindhoven, Brabant, Breda. Die zakten allemaal af naar de club in Vosselaar. En hier in België had je vooral Belgen, maar toch ook mensen van Geleen, Sittard, Maastricht. Dus het was een beetje een internationaal gegeven op een gegeven moment. Ja. De portiers die je al dadelijk een goed gevoel geven van, die zijn streng, maar correct. Dan de animatie, de leuke muziek, de inkleding. Regelmatig hadden we andere thema's, want ik weet niet of je nog herinnert. Dan hadden we een zebra-thema, dan hadden we een space-thema, dan was er Mad Max. We deden elke 6 maanden, deden we heel de club in een nieuw kleedje. En dat was ook voor ons een uitdaging, maar ook voor de bezoekers. Om 11:30 zat dat al plein vol. Om 11:45 was onze eerste dominator, zal ik zeggen. Dus dat was de eerste boemeke moest wel beginnen. En ja, dat was al direct feest, 11:45, 12:00. En dan s'avonds, 's morgens, was het dik feest. Toen werden er vinylplaten gemaakt, de DJ's gingen naar de platenwinkel en daar hoorde je elke week was er nieuwe muziek uit. En muziek die gewoon, ja, die knalde gewoon. Elke week werden er bommetjes gemaakt. Als ik je nu zeg van, ja, geef me eens de hits van Tomorrowland 2017, dan moeten de mensen al gaan nadenken, wat waren eigenlijk de hits? Maar we hadden vroeger, elke week kwamen er goede platen uit. En wij Belgen, wij waren eigenlijk echt gekend om onze nieuwe stijl trance, clubtrends, hardtrends, om daarin uit te blinken. En natuurlijk, op een gegeven moment hebben we ook een label opgericht, het Atmos label. En dat was ook vanaf dag 1 was dat een succes. Uiteindelijk is er een toon gezet van de jaren 90 al door Patrick. En uiteindelijk zijn we er volledig in meegegaan. En gezien nu 2018, come on, dat is meer dan 20 jaar. Ik heb het Atmos-concept leren kennen, eigenlijk vooral in de platenwinkel waar ik destijds werkte. Ik heb in MVC altijd gewerkt, van in het begin. Ik zat dus midden in de scene, midden tussen de DJ's. En dan komen de Atmos-DJ's ook allemaal passeren eigenlijk in de winkel. Wat kenmerkend was voor Atmos qua muziek, was dat je op het begin van de avond had je een hele rustige opbouw. Het was een beetje groovy, clubby. En naarmate de tijd vorderde, op een piekmoment, kwamen er wat stevigere platen. En ook op het einde werd er afgebouwd. Dus er werd echt een verhaal gebracht bij Atmos. En als je binnenkwam, dan mensen kwamen in een flow. En dat zie je tegenwoordig niet meer. En dat is jammer.
in de clubscene, ja, er is bijna geen clubscene meer, maar ja, dat is wel jammer. Dat is, ik vind het leuk dat ik dat heb mogen meemaken. Nu noemen ze de muziek die wij toen speelden, noemen ze retro, of in Nederland noemen ze dat classics. Wij noemen dat toen trance, house. We hadden eigenlijk twee rooms altijd in Atmos. Je had de main room, waar je de hardere muziek speelde. En je had de groovy, meer sexy room boven, waar je groovy club, een beetje de Ibiza-stijl speelde. En dat had toen eigenlijk dat was allemaal onder de noemer house. We waren een house club. En nu ja, gaat dat allemaal veel dieper en je hebt verschillende stijlen. Waar ik enorm fier op ben, als je ziet, we zijn in 2018 en nog maandelijks is ons Atmos concept ergens te gast. We hebben pas een full house gehad in de Effenaar in Eindhoven, de concertzaal. We hebben Maastricht laten vollopen, we doen ons Atmos Outdoor Festival. Het was natuurlijk de logische stap, omdat ik de manager van de club was. Ik werkte als labelmanager bij de platenfirma Antler Subway van Maurice Engelen. Ik had al een label gerund, Dance Opera, met heel veel succes. En natuurlijk, wij wouden als Atmos club zijnde ook trendy zijn en een eigen label naar buiten brengen. En bijvoorbeeld een van de eerste platen die erop uitkwamen was een eigen plaat van mij, Taboo Bells. En ik weet niet, ja, mijn haar gaat er nog altijd van omhoog staan op mijn armen. Als we die platen dan brachten, s'nachts zo om 2 uur op een piekmoment, gooide je die schijf op en dat was gewoon enorm. En ja, die verkochten nog in het buitenland goed. Elke club begon toen zo'n beetje, had toen een beetje zijn eigen muziekstijl. En wij hadden met Atmos ook wel een bepaalde slag. Atmos is iets wat me zal blijven achtervolgen tot mijn dood. De leukste herinneringen waren natuurlijk ja, de mensen, hè. De energie die je kreeg van het volk. Atmos had zijn eigen stijl, ik denk dat heel belangrijk was. Warm, heel veel fun, geen stress, daar hadden we Patrick voor. Ik heel erg typerend vind van Atmos, het concept is gelanceerd in 1996. We zitten nu in 2018 en we are still alive. Super. Dat is opbouwend. Dan is dat feest en dan gaat het weer afbouwen. En die mensen komen binnen, die voelen onmiddellijk die vibe, die dansen onmiddellijk. Ik zou Atmos omschrijven als de people, de club, de music en vooral die atmosfeer. Wat legendarisch was, vond ik aan de Atmosavonden, eigenlijk aan de Atmos clubavonden, was eigenlijk de afterparty. En weet je, die ging altijd door. Aan de Kinepolis buiten. We gingen allemaal samen ontbijten. Wat grappige was, we zaten daar allemaal op het ontbijten, maar niemand kon de sandwich knabbelen. Dus het was eigenlijk altijd zalig met de hele bende vanuit de club nog een terrasje gaan doen. Lekker met zonnebrillen op, na chillen, nagenieten van de muziek en alles wat er was. En ja, we zaten daar soms met een bende van 150. De Atmos crew die kwam dan een ontbijtje doen. En ja, dat was echt één familie. En dat is altijd ook een beetje mijn gevoel geweest. Atmos is thuiskomen. Je komt binnen, je voelt je goed. Voor mij de sluiting was eigenlijk ja, al die jaren iets fantastisch. Eigenlijk. Dat was om 9 uur, was nog iedereen handen omhoog. Om 9 uur gedaan, dan gingen we allemaal aan de cinema in de Hollywood zitten. De vrouwenkiller van Atmos, denk niet dat dat waar is. Ik speelde wel heel vrouwenvriendelijke muziek. Misschien daarmee dat in de gangen werd gezegd. Ja, dat heeft toch toen destijds een zeer grote groep aangesproken die daar wekelijks op stap kwamen en dat heeft ja, blijkbaar toch een indruk nagelaten waardoor mensen die nostalgie terug gaan opzoeken. Samengevat is het gewoon eigenlijk een heel leuke formule geweest met een aantal leuke vrienden, hè, want dat zijn ook vrienden van mij, niet collega's. En de diversiteit dat we brachten eigenlijk in de twee, zowel Hasselt als in Turnhout, allee Vosselaar, maakte het eigenlijk dat het heel interessant bleef en ja, leuk om te doen. Elke week naar uitkijken is het zaterdag, bon, dan waren we vertrokken. Hè.
Het meest bijgebleven van Atmos is voor mij echt de laatste avond in de Ritz in Hasselt. Dat was de sluiting van het Atmos-concept daar. We zijn die dag doorgegaan tot 12 uur 's middags. Het was een hele dag vol emotie. Je merkte dat al weken iedereen na die datum leefde. Er was een dikke rij. Iedereen wilde erbij zijn. Iedereen belde voor de gastenlijst. En het was gewoon gekkenhuis. En ik denk dat iedereen dat ook zo heeft ervaren. Ik zou nog één ding willen zeggen eigenlijk. Een succes en een Atmos gegeven is een hele puzzel. Dat is nooit die ene man. Barcelona is niet Messi. Atmos is niet alleen Pat Crimson. Het Atmos gegeven is de puzzel van A naar punt Z. En ik denk de DJ's, de mensen, de dansers, heel het gegeven samen, dat heeft geklopt. En dat heeft altijd geklopt op dit moment. En het label wat we deden. En daarom wil ik ook iedereen bedanken. Van groot tot klein, van de wc-madam tot de vestiaire, tot de portiers, tot iedereen eigenlijk. Die hebben de puzzel laten kloppen. En dat is gewoon een geweldig gevoel. Als ik zie mijn dochter van 5 jaar die een puzzel maakt, hè, die is zo fier als een gieter. Wel, ik ben ook fier als een gieter dat ik een mooie puzzel heb kunnen leggen in mijn leven. En dat die klopt. En ik was niet zo goed op school, maar ik heb toch mijn puzzel kunnen vervolledigen. Dankjewel.